In deze video gaan we samen een kopje thee maken in het Nederlands. Dit is mijn keuken. Ik heb een elektrische kookplaat. Zoals je kunt zien, heb ik geen waterkoker. Ik gebruik dus gewoon een pan. Een steelpan, om precies te zijn. Ik open het keukenkastje en ik pak de pan. Ik vul de pan met water. En zoals je ziet is dat niet heel makkelijk met één hand. En dan zet ik de pan op de kookplaat. Ik zet de kookplaat aan en ik wacht tot het water kookt. En heel eerlijk, ik ben een beetje ongeduldig. Dit is de steel van de steelpan. Dit is een normale pan. Ik pak de thee uit het keukenkastje. Ah, het water kookt. Nu zet ik de elektrische kookplaat uit. Er zijn veel verschillende smaken. Vandaag kies ik appel en kaneel. Wat is jouw favoriete smaak? Ik pak de pan en ik giet het kokend water in de pot. Ik haal het theezakje uit de verpakking en ik doe het zakje in de pot. Ik laat de thee een paar minuten trekken. Even wachten en klaar is Kees. Een lekker kopje thee. Ik schenk de thee in mijn mok. Dit is een mok en dit is een kopje. Ik gebruik meestal een mok omdat een mok groter is. Een kopje is best klein. Wil ik suiker in mijn thee? Nee. Ik wil geen suiker in mijn thee. Het is tijd om de thee te proeven. De thee ruikt goed en smaakt lekker. Hij is alleen nog een beetje heet. Ik denk dat ik mijn tong heb verbrand. Ik ga nu lekker thee drinken. Leuk dat je keek en tot de volgende keer.